You know that you've got great pastors, huh? Je weet dat je goede pastors hebt. We've known Pastor Errol and Matilda now for quite a few years. We kennen ze al best wel wat jaren, Pastor Errol en Matilda. And I love seeing that over the years, the influence that they are having in the whole of the country is increasing. En ik hou ervan om te zien hoe hun invloed door het hele land gaat en dat groeit. Churches all over the country. Kerken over het hele land. Being influenced by your pastors. Beïnvloed door jullie pastors. And by you. En door jullie. Because every one of those churches will be looking to you. Want al die kerken kijken naar deze kerk. So you guys are an influential church, influential people. Dus jullie zijn een invloedrijke kerk, invloedrijke mensen. I think you're blessed to be under leadership like you have. Ik denk dat jullie gezegend zijn met dit soort pastors. I want to give you an opportunity to let them know how much you love. Laat het ze weten hoeveel je van ze houdt. Fantastic. Fantastisch. 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 Geweldig. Geweldig. So we're your family in Amsterdam. Dus wij zijn jullie familie in Amsterdam. It's pretty cool being able to make a difference in the nation together. Het is vet om samen een verschil te maken in deze natie. I think many years ago pastors saw each other as competition. Vroeger zagen pastors elkaar als competitie. But I love that today, the way we build church today, it's not competition, but we are in this together. Ik hou ervan dat het deze dag niet competitie is, maar dat we het samen doen. And I believe that for you guys personally and as a church, that there are great days ahead. En ik geloof dat voor jullie als kerk en voor jullie samen dat er geweldige dagen voor jullie liggen. You know, our lives together, we don't just wander aimlessly through life. We gaan niet zomaar door het leven. But we're on a journey of pilgrimage. Maar we zijn op een reis. A journey of purpose. Een reis met een doel. You realize, right, that you are born on purpose for purpose. Jullie begrijpen dat jullie met een doel geboren zijn voor een doel. There are many people who'll tell you that everything's just an accident and random. Heel veel mensen zeggen dat het gewoon maar een ongeluk is, het leven, en dat het per ongeluk allemaal gebeurt, gewoon willekeurig. But that's not true. You have purpose. Maar dat is niet waar. Jij hebt There een doel. There is a reason that you're alive. Er is een doel dat jij leeft. There is a reason you're breathing. Er is een reden dat jij ademt. It's because God has things for you. Dat is omdat God dingen voor je heeft. And I believe that you're progressing purposefully in life. En ik geloof dat je met een doel vooruit gaat in het leven. To live a life of influence and live a life of impact. Om een leven met invloed te en een leven met impact te leven. And this morning I'd like to speak into that. En deze ochtend wil ik daarin spreken. So many people make decisions in life. Heel veel mensen maken keuzes in het leven. Setting goals. Die maken doelen. Yeah, at the beginning of the year, the New Year's resolutions. Begin van het nieuwe jaar, nieuwjaars resoluties of wat is het? Voornemens. So often we talk and think about the what are we going to do. Heel vaak praten we over wat gaan we doen. Sometimes we advance a little further than that and we start thinking about how are we going to do it. Soms denken we iets verder en denken we hoe gaan we dat doen? Or how are we going to become that kind of a person? Of hoe gaan we dat soort persoon worden? But I want to speak today about the why. Maar ik wil vandaag praten over de waarom. What's your motivation? Wat is jouw motivatie? What is your purpose? Wat is je doel? What gets you up in the morning? Waardoor word je wakker in de ochtend? Do you wake up and say, "Good morning, God"? Word je wakker en zeg je, "Goedemorgen, God"? Or, "Good God, it's morning." Of zeg je, "Goede God, het is morgen." God has prepared great things for you. God heeft geweldige dingen voor je. But you need to know your why. Maar je moet je waarom weten. You need to know why you're doing what you're doing. Je moet weten waarom je doet wat je doet. Because if you lose your why, you will lose your way. Want als je je waarom verliest, dan verlies je je weg. See, if you're going to live a life of influence and impact. Als je een leven van invloed en impact gaat leven. You're going to live a big life. Dan ga je een groot leven leven. And in the beginning, it's going to start with all of this anticipation and excitement. En eerst begint het met heel veel verwachting en heel veel opwindendheid. Yeah, a sense of expectation. Een gevoel van verwachting. But it doesn't take long before the work kicks in. Maar het duurt niet lang voordat je weer moet gaan werken. Have you ever noticed that when you dream of your dreams? Heb je ooit het gevoel gehad dat als je droomt over je dromen? You never dream about the hard work. Dan droom je nooit over het harde werken. But then the mundane, the day-to-day, the work. Maar dan de dagelijkse dingen, het werk. The problems. De problemen. The challenges. De moeilijkheden, uitdagingen. Progress seems slow. De vooruitgang lijkt heel erg langzaam te gaan.
Sometimes you doubt whether you're ever going to get there and you start asking yourself, why did I ever start this in the first place? Soms twijfel je over waarom je überhaupt begonnen bent en vraag je af, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Your why needs to be stronger than the doubts and the problems that you face. Je waarom moet sterker zijn dan de twijfels die je erover hebt. If you don't have a good why, you will lose your way. Als je geen goede waarom hebt, dan zal jij je weg verliezen. So I want to speak about living a life of purpose. Ik wil praten over een leven met een doel. And the secret to living a life of purpose is living for something bigger than yourself. En het geheim om te leven met een doel is om te leven voor iets dat groter is dan jezelf. But so many people are led by their feelings. Zoveel mensen worden geleid door hun eigen gevoelens. And I think we realize that that's not a good idea. En ik denk dat we allemaal beseffen dat dat geen goed idee is. Because I think we all realize that if our feelings determined whether we go to work every day, want als onze gevoelens ons leiden om naar werk te gaan elke dag, we might be a bit hungry. Dan zijn we een beetje hongerig. Our feelings are not a good master. Onze gevoelens zijn geen goede meester. If you go to the gym when you feel like it, als je naar de sportschool gaat omdat je het voelt, you won't go. Zal je niet gaan. But if you go because of your conviction, maar als je gaat door je overtuiging, you'll feel good afterwards. Dan voel je je goed daarna. Feelings are important, but they're a terrible master. Gevoelens zijn goed, maar ze zijn een slechte meester. And if you're led by your feelings, when things get tough, it won't feel good and you'll stop. Als je laat leiden door je gevoelens, I'm sorry. If you get led by your feelings, als je je laat leiden door je gevoelens, then when things get tough, it won't feel good. Als het dan moeilijk wordt, dan voelt het niet goed. And then you'll stop. En dan stop je. But you're here for a life of influence and a life of impact. Maar je bent hier voor een leven met invloed, een leven met impact. But nobody ever said it was going to be easy. Maar niemand zei dat het makkelijk ging worden. But I wonder what your why is. Maar ik vraag me af wat jouw waarom is. What gets you out of bed in the morning? Waardoor wil je wakker worden elke ochtend? It's not just about the what you do, but why you do it. Het gaat niet om wat je doet, niet alleen, maar om waarom je het doet. God has your life for a purpose. God heeft jouw leven met een doel. And it all starts with God. En het begint allemaal met God. If you have a purpose that isn't based in God. Als je een doel hebt, maar dat is niet gegrond in God. You might succeed in life. Dan kom je misschien vooruit in het leven. You might fulfill your goal. Dan haal je je doelen. And so many people have done that and discover it's empty and unfulfilling. En zoveel mensen hebben dat gedaan, maar komen er dan achter dat er daar een leegte is als je dat haalt. There's a lot of rich people who commit suicide. Er zijn heel veel rijke mensen die zelfmoord plegen. God gives us a purpose. God geeft ons een doel. In a purposeless world. Een doel voor deze wereld. But it all starts with God. Maar het begint allemaal met God. I wonder if you've ever considered what came first. Ik denk dat heb je wel eens afgevraagd, wat kwam er als eerst? Did you come first or did your purpose come first? Kwam jij eerst of kwam je doel eerst? The reason you've been created is your purpose. De reden waarvoor je gecreëerd bent is je doel. And that came first. En dat kwam als eerst. So many people look inside themselves for purpose, but purpose came before we did. Sommige mensen proberen echt in zichzelf te kijken, wat is mijn doel? Maar je doel kwam voordat jij er was. Isaiah says in Isaiah 43 verse 7. Isaiah 43 vers 7 zegt. God says that everyone who is called by my name. Iedereen die geroepen is door mijn naam. Whom I created for my glory. Die ik gemaakt heb voor mijn glorie. You've been created for God's glory. Je bent gemaakt voor Gods glorie. And I often think of that like. En ik denk daar vaak over als. A jewelry box is created for jewelry. Een juwelenbox is gemaakt voor juwelen. A jewelry box is created to carry. The jewelry. Een juwelendoos is gemaakt om de juwelen te dragen. To display it. Om het te laten zien. To make it available for people. Om het beschikbaar te maken voor mensen. And we've been created for God's glory. En wij zijn gemaakt voor Gods glorie. To carry God's glory. Om Gods glorie te dragen. To display how good God is. Om te laten zien hoe goed God is. And make that available for people. En dat beschikbaar te maken voor mensen. We have a purpose. Wij hebben een doel. Some people think that the reason that we're still on the planet as Christians. Sommige mensen denken dat de reden dat we nog steeds op deze wereld zijn, is christenen. But as Christians, if the reason that we were left on the planet was, for example, to get to know God more. Maar als christenen, als de reden dat we hier zijn is om God meer te leren kennen.
It doesn't make sense. Dat klopt niet echt. Because if we were in heaven, we'd know God more. Want als we in de hemel waren, zouden we God nog meer kennen. So the reason we're still here when we get saved is not to get to know God more. Dus de reden dat we hier zijn om gered te worden is niet om God meer te leren kennen. That's not our purpose. Dat is niet ons doel. I mean, it's good. Het is goed. But it's not our purpose. Maar niet ons doel. Some people think it's about living a good life. Sommige mensen denken dat het gaat om een goed leven leven. But when you read the Bible, you realize that when we're in heaven, it's going to be a much better life. Maar als je de Bijbel leest, dan gaat het in de hemel veel beter worden dan hier. So the reason that we left here is not to live a good life. Dus de reden dat we hier achtergelaten zijn is niet om een beter leven te hebben. We're here to carry God's glory. We zijn hier om Gods glorie te dragen. To show people how good He is. Om te laten zien hoe goed Hij is. So they too can enter into a relationship with God. Zodat zij ook een relatie met God zullen krijgen. So they too can have their eternity restored. Zodat ook zij hun eeuwigheid kunnen laten rechtzetten. Hey, you might have a reason for staying as you are. Hey, je hebt misschien een reden om te zijn zoals je bent. But God has a reason for you becoming all that you can be. Maar God heeft een reden voor jou om nog groter te worden dan je nu bent. Do you know your why? Weet je waarom? The apostle Paul in the Bible, he's very clear on his. Paulus is hier heel erg duidelijk over zijn eigen doel. He says in Romans chapter 1. In Romeinen 1 vers. In Romeinen 1 zegt hij. He says Paul a servant of Christ Jesus. Paulus, een dienaar van Christus Jezus. Called to be an apostle. Geroepen om een apostel te zijn. Set apart for the gospel of God. Apart gezet voor het evangelie van God. He knew what he was here for. Hij weet waarvoor hij hier was. He recognized that he had a purpose to live for and it was a purpose from God. Hij wist dat hij een doel had om voor te leven en dat het doel van God was. God chooses and God calls. God roept en God kiest en God roept. He's chosen you and he's called you. Hij kiest jou en hij roept jou. Do you know what he's chosen and he's called you for? Weet je waarvoor hij je gekozen en geroepen heeft? That is my question for you today. Dat is mijn vraag voor jou vandaag. I love Paul's passion. Ik hou van Paul's passie. It's so inspiring to me. Het is zo inspirerend voor mij. If you look in Acts chapter 21 verse 10. Als je naar Handelingen 21 vers 10 kijkt. The Bible says that after they'd been there for a number of days. De Bijbel zegt als ze een paar dagen waren. There was a prophet who came down from Judea. Dan was er een profeet die kwam terug van Judea. And he took Paul's belt. En die nam Paul's riem. And he tied his own hands and feet. En hij bond zijn eigen handen en voeten. And he said, "This is what God says. This is what the Holy Spirit says." Dit is wat God zegt. Dit is wat de Heilige Geest zegt, zei hij. It's in this way Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt. Het is op deze manier dat de mensen uit Judea de eigenaar van deze riem zo gaan vastbinden. And will hand him over to the Gentiles. En het zo geven aan de heidenen. Now when they heard this. Toen ze dit hoorden. It says we and the people we pleaded with Paul don't go to Jerusalem. Wij en de mensen zeiden Paulus alsjeblieft ga niet naar Jeruzalem. But Paul said why are you weeping and breaking my heart? En Paulus zegt waarom huil je en breek je mijn hart? I'm ready. Ik ben klaar. Not only to be bound. Niet om vastgebonden te worden. But also to die. Maar ook om dood te gaan. In Jerusalem. In Jeruzalem. For the name of the Lord Jesus. Voor de naam van Jezus Christus. And when he wouldn't be dissuaded, we gave up and said the Lord's will be done. En toen hij niet overgehaald kon worden, zeiden we, de wil van God zal gedaan worden. Let the purpose of God be done. Laat het doel van God gedaan worden. How inspiring. Hoe inspirerend. Someone who has not just something to live for. Niet iemand die zomaar iets heeft om voor te leven. But he would die for it. Maar hij zou ervoor doodgaan. I wonder if you know your purpose and you would die for it. Ik vraag me af of je je doel kent en je ervoor zou doodgaan. Paul is so inspiring to me. Paulus is zo inspirerend voor mij. Jesus had a why. Jezus had een waarom. He did die. Hij ging dood. He died for us. Hij ging dood voor ons. That we could be reconciled with God and live for our purpose. Zodat wij goed gemaakt konden worden met God en zodat wij voor een doel konden leven. It's called his passion. Dat is zijn passie. If you look in the dictionary under passion. Als je kijkt wat er in het woordenboek staat onder passie. One of the definitions is Jesus' death for us. Een van de definities is Jezus die dood ging voor ons. Do you have a passion? Heb jij een passie? Something to live for. Iets om voor te leven. Something you would die for. Iets waar je dood voor zou gaan. Or at least a reason to get up in the morning. Of tenminste om wakker te worden in de ochtend. Jesus had a passion. Jezus had een passie. And it was you. En dat was jij. John 3:16. Johannes 3 vers 16. It's probably one of the most common or well-known verses in the Bible. Waarschijnlijk een van de bekendste versen in de Bijbel. For God so loved the world. Want God hield zo van de wereld.
That he gave his one and only son. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. That whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Do you know your why? Weet je waarom? I learned many years ago about the importance of the why. Ik leerde vele jaren geleden het belang van de waarom. When I went to school. Toen ik naar school ging. I hated reading. Ik vond het verschrikkelijk om te lezen. There's one thing I hated even more than reading. En er was één ding dat ik nog verschrikkelijker vond dan lezen. And that was speaking in front of the class. En dat was voor de klas spreken. Anybody with me? Iemand die dat ook voelt? When I finished university. Toen ik universiteit afrondde. I was reading these books on self-help. Las ik deze zelfhulpboeken. And I discovered. En ik kwam erachter. How to read faster. Hoe ik sneller kon lezen. Speed reading. Snel lezen. And immediately my reading speed doubled. En mijn leesnelheid ging 2 keer omhoog. 2 keer zo snel. I was so angry. Ik was zo boos. I had done 7 years of primary school. Ik had 7 jaar van basisschool gedaan. 5 years of high school. 5 jaar middelbare school. 4 years of university. 4 jaar universiteit. And nobody ever taught me how to read faster. En niemand had me ooit geleerd om sneller te lezen. And I spent so much time reading. En ik had zoveel tijd doorgebracht met lezen. I was so angry. Ik was zo boos. I decided I'd do something about it. Ik ging er wat aan doen. So I started going into universities. Dus ik ging naar de universiteit. And into schools. En in scholen. And teaching students how to read faster. Om studenten te leren sneller te lezen. I was so passionate about it. Ik was er zo gepassioneerd over. But just think about this for a moment. Maar denk hier even over na. I hated reading. Ik haatte lezen. And I hated speaking in public. En ik vond dat ook verschrikkelijk om te spreken voor mensen. And now I'm speaking in public about reading. En nu spreek ik voor mensen over lezen. When you know your why, als je waarom weet, it changes everything. Verandert dat alles. Do you know your why? Weet je waarom? Do you know your purpose? Weet je je doel? When I became a Christian, toen ik een christen werd, I read about the good news about Jesus. Toen las ik over het goede nieuws van Jezus. And I read how we're supposed to tell people about Jesus. En ik las over hoe we het zouden moeten doen om mensen te vertellen over Jezus. And I liked the idea of the good news. En ik hield van het idee van het goede nieuws. In my head. In mijn hoofd. But I never really understood the grace of God. Maar ik begreep nooit de genade van God. I went through a burnout. Ik ging door een burn-out. Trying to please God. Gewoon God, om God te eren, God te aanbidden. And at my lowest point. En op mijn laagste punt. I discovered the goodness of God. Vond ik de goedheid van God. The grace of God. De genade van God. And it was at that point that I understood the good news about Jesus. En op dat moment begreep ik het goede nieuws van Jezus. And just how good it was. En hoe goed het was. How good it is. En hoe goed het is. And from that point. En vanaf dat moment. I just wanted to let people know. Wilde ik het gewoon mensen laten weten. How good he is. Hoe goed hij is. What a difference he would make in your life. Wat voor verschil hij zou maken in je leven. I now had a why. Nu had ik een waarom. It wasn't just I'm supposed to tell people. Het was niet ik moet zomaar mensen vertellen. But now it's people need to know this. Maar nu mensen moeten het weten. When you know your why. Als je waarom weet. It changes everything. Verandert dat alles. But if you don't have a why. Maar als je geen waarom hebt. You lose your way. Dan verlies je je weg. I used to do a lot of self-help courses. Ik ga nog steeds naar zelfhulp. Niet nog steeds. Oh, I'm sorry. Used to. Oh, hij ging vroeger naar zelfhulpcursussen. Niet meer nodig. Don't need that anymore. Hij heeft het niet meer nodig. And they used to always talk about writing a mission statement. En ze spraken altijd over het schrijven van doel, een doel statement. They might not have believed in God. Ze geloofden misschien niet in God. But they realized that without a purpose, there's something missing. Maar ze wisten dat als je geen doel hebt, dat er iets mist. And they would tell you everything's random. En ze vertellen dat alles willekeurig is. But you need a purpose. Maar je hebt een doel nodig. You need something to live for. Je hebt iets nodig om voor te leven. I remember I wrote out a mission statement. This is before I was a Christian. Ik herinner dat ik een doelstatement opstelde. And
after studying construction management, toen ik constructiemanagement had gestudeerd, and learning how to live better in these self-help courses, en hoe ik beter kon leven door deze zelfhulpcursussen, I remember writing my mission statement. Schreef ik mijn doelstatement op. About doing a development of a suburb in Australia. Over het ontwikkelen van een achterwijk in Australië. And putting in the middle of that suburb a community center. En om in die wijk een gemeenschapscentrum op te zetten. And teaching people how to live healthy, happy lives. En om mensen te leren om gelukkige, gezonde levens te leiden. Isn't it funny that now I live in Amsterdam? Is het niet grappig dat ik nu in Amsterdam leef? We're in this building. We zijn in een gebouw. Telling people not just how to live healthy, happy lives. Niet om alleen mensen te vertellen over gezond en gelukkig leven. But how to live lives of purpose. Maar hoe leven met een doel. How to fulfill the purpose of God for your life. Hoe het doel te vervullen dat God voor je heeft. How to live lives that impact people's eternities. Hoe te leven met een leven dat mensen zal veranderen voor altijd. Do you know your why? Weet je je waarom? Do you know your why? Weet je je waarom? I also discovered. Ik kwam er ook achter. That there are meaningless whys. Dat er betekenisloze waaroms zijn. Since I was 10 years old. Sinds dat ik 10 was. I supported Arsenal Football Club. Steunde ik de Arsenal Football Club. I was a goalkeeper in under 10s. Ik was een doelkeeper in de groep onder 10 jaar oud. And I love this goalkeeper that was playing in England called Pat Jennings. En ik hield van deze doelkeeper die heette Pat Jennings in Engeland. An Irish guy who played for a club called Arsenal. Een Ierse man die speelde voor een club Arsenal. And from that time in under 10s. En van die tijd van onder de 10 jaar oud. I would support Arsenal. Steunde ik Arsenal. From a distance, from Australia, I'd watch them. Vanaf Australië, vanaf een afstand keek ik naar ze. Supporting their games, hoping they'd win. Steunde ik ze, hopende dat ze zouden winnen. And when I moved to London. En toen ik naar Londen verhuisde. In 1998. In 1989. 98. Sorry. Ja, ik ben niet dat oud. Niet zo ik ben oud. Niet zo oud. I lived in a place called Angel. Leefde ik in een plaats genaamd Angel, which was right next to Islington, which was where Highbury Football Club, football stadium was. Dichtbij Islington, naast een voetbalclub die Highbury heet. And that was Arsenal's home ground. En dat was Arsenal's home basis, zeg maar. So now I'm living near their stadium. En nu leefde ik dichtbij hun stadion. Living in the city where they play. Levend in de stad waar zij spelen. Supporting them. Steunen. And everyone talks about football in London. En iedereen praat over voetbal in Londen. So I'm supporting Arsenal. Dus ik steun Arsenal. I'm reading all about them. Ik lees helemaal over ze. Reading all about the players. Ik lees alles over de spelers. I didn't go to many games, but I'd watch them all on TV. Ik ging niet naar veel spellen, maar ik keek ze allemaal op tv. I spent so much time. Ik heb zoveel tijd besteed. So much energy. Zoveel energie. Supporting Arsenal Football Club. Arsenal te steunen. And in the second year, I think it was that I was in London. En het tweede jaar denk ik dat ik in Londen was. They won the double. Wonnen ze de dubbel. This was a big deal for a football club. Dit was voor een voetbalclub een groot doel. They won the Premiership and they won the FA Cup. Ze wonnen allemaal voetbaldingen. Ik ben geen voetbalfan, I'm sorry. They had this double-decker bus, open-top double-decker bus. Ze hadden een dubbeldekker bus met een open kant aan de bovenkant. And the team, they drove through Highbury. En de stad reed door Highbury heen. The bus. De bus reed door Highbury heen. And we were there supporting them, cheering them on. En mensen steunden ze, schreeuwden naar ze. And I realized something. En toen besefte ik iets. They won the double. Ze wonnen de dubbel. I don't know what the double. And it didn't change my life one bit. En het veranderde mijn leven niet. Not a bit. Helemaal niets.
That purpose was meaningless. Dat doel was betekenisloos. It didn't change my life a single bit. En het veranderde mijn leven helemaal niks. So many people are living lives for a goal or for a mission that is meaningless. Zoveel mensen leven voor een doel of voor een missie die betekenisloos is. A few years ago with social media. Een paar jaar geleden met social media. Thanks man. I started on Instagram. Op Instagram. And I started getting into it a little bit. En ik begon er een beetje in te komen. And I started looking at that number of how many followers you have. Ik begon te kijken naar hoeveel volgers je hebt. Naar dat nummertje. And I was thinking, I wonder if, you know, if you have more followers. Ik zat te denken, ja, misschien kan ik meer volgers krijgen. How good would that be? Hoe geweldig zou dat zijn? And then I'd be looking at Instagram and checking it a few times a day just to see if that number would go up. En dan kijk ik naar Instagram, naar dat nummer, of het elke dag kijk ik, gaat het omhoog? I'm sure nobody here can relate to that. Niemand die weet hiervan, die doet het zelf ook. One day Instagram made a mistake. Eén dag maakte Instagram een fout. And I got about 10,000 more followers. En toen kreeg ik opeens 10,000 meer volgers. So I opened up my Instagram. Dus ik opende mijn Instagram. And I had about 10,500 followers. En ik had 10,500 volgers. And you know what? En weet je wat? This is what I was hoping for. Dit is waar ik op gehoopt had. This is what I was dreaming for. Dit is waar ik voor droomde. And it didn't change my life one bit. En het veranderde mijn leven niks. Some people believe for the number in their bank account to go up. Sommige mensen geloven dat het nummer op hun geldrekening omhoog gaat. And they live their life for that to happen. Ze leven hun leven daarvoor. And then it does. En dan gebeurt dat. And they discover. En ze komen erachter. It didn't change their life one bit. Dat het helemaal niks aan hun leven heeft veranderd. There are important wise and there are unimportant wise. Er zijn belangrijke wijzen en niet belangrijke wijzen. Waaroms? Oh, wise. Er zijn belangrijke waaroms en niet belangrijke waaroms. I want to encourage you to have a why that matters. Ik wil je bemoedigen om een waarom te hebben die ertoe doet. And it starts with God. En het begint met God. You're here to live a life of influence and impact. Je bent hier om te leven met een leven met invloed en impact. To change people's eternities. Om de eeuwigheid van mensen te veranderen. There are right motivations and there are wrong motivations. Er zijn goede motivaties en er zijn slechte motivaties. Don't live for a motivation that you think is going to make you feel better. Leef niet voor een motivatie die jou beter zal laten voelen. Don't live for something that you think will make you into a more significant person. Leef niet voor dingen die jou een meer significant persoon, een groter persoon zullen maken. You are significant in God. Jij bent belangrijk voor God. You are a child of God. Jij bent een kind van God. When it comes to your identity, wanneer het komt op je identiteit, so many people are trying to climb this ladder of success. Proberen heel veel mensen deze ladder van succes omhoog te gaan. And we read the Bible and we see that Christ is over all. En we lezen dat Christus over alles is. And that we are in Christ. En dat wij in Christus zijn. So many people are trying to climb this ladder of success. Zoveel mensen proberen deze ladder van succes omhoog te gaan. Spend their whole life trying to get to the top. Hun hele leven proberen ze op de top te komen. And even if they did get to the top. En zelfs als ze dat deden, they still would be below what God has already given us, and that is that we're in Christ over it all. Dan zou dat zelfs nog steeds onder hetgene zijn dat God ons al heeft gegeven, en dat is dat wij in Christus zijn. Don't live for something to try to give you a sense of identity. Leef niet voor iets dat je het gevoel van identiteit zou geven. Know who you are in Christ. Weet wie je bent in Jezus. And live from that place. En leef vanuit die plaats. Living a life of influence and impact. En leven van invloed en impact leven. Carrying God's glory. Gods glorie dragen. And changing people's eternities. En de eeuwigheid van mensen veranderen. And we're better together. En we zijn samen zijn we beter. Which is why God's plan for our purpose is the church. Dat is waarom Gods plan voor ons de kerk is. Our purpose. Ons doel is to carry God's glory. Is Gods glorie te dragen. To see others that don't yet know him get saved. Om te zien dat anderen die God niet kennen, dat zij gered worden. And God's plan. En Gods plan is us. Dat zijn wij. Together. Samen. And the Holy Spirit gifts us to play our part in that plan. En de Heilige Geest geeft ons gaven om daarin bij te dragen. Why
Waarom? Did you come to church today? Kom je vandaag naar de kerk? Hopefully it aligned with your purpose. Hopelijk omdat het in lijn is met jouw doel. That when people come in, wanneer mensen naar binnen komen, we want to be friends of their destiny. Willen we vrienden zijn van hun bestemming. We're not self-centered. We zijn niet op onszelf gericht. We don't come because it's all about us. We komen niet omdat het allemaal over ons gaat. Because we realize we're here for a purpose. Maar omdat we weten dat we leven voor een doel. We're not just ticking off some religious obligation. We checken niet een box af van onze religie, van taken die we moeten doen. We're here to be friends of people's destiny. We zijn hier om vrienden te zijn van mensen, van de bestemming voor mensen. And the Bible says that we've been predestined. En de Bijbel zegt dat wij een bestemming hebben voor ons leven. To be conformed to the image of Jesus. Om te worden zoals Jezus. So we're here to see people become more and more like Jesus. Dus we zijn hier om ervoor te zorgen dat mensen meer en meer zoals Jezus worden. To connect people to their purpose. Om mensen te linken aan het doel dat ze hebben. To connect people to relationship with God. Om mensen te linken aan een relatie met Jezus. To see people get saved. Om mensen gered te zien worden. And that's what we're here to do. Dat is waarom we hier zijn. That's why we came here today, right? Dat is waarom we hier zijn vandaag, toch? You don't have to answer that. Je hoeft niet te antwoorden. That's why we're going to come here next week, right? Maar dat is waarom we hier volgende week komen, toch? This is a good time to answer. Dit is een goed moment om te antwoorden. I'll give you another chance. Andere kant. I'll give you another chance. Ik geef jullie nog een kans. So now we know why. Nu weten we waarom. We'll be here next week, right? Waarom we hier volgende week zijn, toch? For the others that walk through the door. Dat is voor de anderen die door deze deuren zullen lopen. It's to encourage one another. Om mensen te bemoedigen. That's what the Bible says, right? Dat is wat de Bijbel zegt, toch? Don't give up meeting together as some are in the habit of doing. Geef niet. I'm sorry. What? Don't give up meeting together as some are in the habit of doing. Geef het niet zomaar als iets dat we gewoon doen, samenkomen elke zondag. But encourage one another. Maar bemoedig elkaar. Put courage in people. Geef bemoediging aan mensen. To live for the plan and purpose of God for their life. Voor het plan en doel te leven dat God voor hen heeft. To live for live a life of influence and impact. Om een leven van invloed en impact te hebben. To carry God's glory. Om Gods glorie te dragen. Point them to Jesus. Om ze te laten wijzen naar Jezus. Making a difference in people's eternities. Het verschil te maken in hun eeuwigheid. We're creating a sense of family and a sense of purpose. We maken een gevoel van familie en een gevoel van een doel. In every aspect of life. In alle delen van het leven. Maybe the worship team can come on back. Misschien kan het worship team weer opkomen. Creating a sense of family and a sense of purpose. Een gevoel creëren van familie en van een doel. In the foyer. In de foyer. Creating a sense of family and a sense of purpose. Het gevoel creëren van familie en een doel. In your connect group. In je connect groepen. I mean, the sense of family is easy, isn't it? Because it's in our home. Het gevoel van een familie creëren is makkelijk, want het is in ons huis. But are we giving people a sense of purpose? Maar geven we ook mensen het gevoel van een doel? In our connect group. In onze connect groepen. When it comes to our teams. Wanneer het komt op onze teamen, doen we het daar ook. A sense of family and a sense of purpose. Een gevoel van familie en een gevoel van een doel. I mean, a sense of purpose is really easy in the team, right? In de teams is een gevoel van het doel is logisch. Because there are tasks to do. Want we moeten taken doen. But do you know why you're doing those tasks? Maar weet je waarom je die taken doet? Or is it just doing the tasks? Of doe je gewoon die taken? Is it just going through the motions? Is het gewoon door alles heen gaan? And you're creating a sense of family in the team. En als je een gevoel van familie creëert in de teams. Sometimes the purpose is easy in a team. Soms is de doel is makkelijk in de teams. But what about the sense of family? Maar hoe zit het met het gevoel van familie? If you're a leader in the life of the church. Als je het leven leidt in de kerk. As you're a leader bent in the kerk. Als je een leider bent in de kerk. That you're creating that sense of family and that sense of purpose in the every part of church that you lead. Maak jij dan het gevoel van familie en het gevoel van het doel in elke delen dat jij leidt? Helping people to live a life of purpose. Mensen helpen een leven met een doel te leven. Helping people know the why they're alive. Mensen helpen om de waarom te achterhalen van hun leven. And that sense of family, we're doing this together.
En het gevoel van familie, we doen dit samen. Because that's how God works. Want dat is hoe God werkt. And then we bring out God's best in each other. En dan geven we Gods beste aan alles. We bring out God's best in each other. We halen Gods beste uit elkaar. Do you look for the God potential in people? Zie je het potentieel van God in mensen? I'm believing next week you're going to walk in here different. Ik geloof dat volgende week hier anders naar binnen zal lopen. Because you're going to know your why. Want je zal je waarom weten. I'm believing that tomorrow you're going to walk into your workplace or your school different. Ik geloof dat morgen je werk of je school of de plaats waar je naartoe gaat, dat je daar anders naar binnen zal lopen. Because you know your why. Want je weet je waarom. You know your purpose. Je weet je doel. You're not working for money. Je werkt niet voor geld. So many people are working for money. Zoveel mensen leven voor geld. If you go to work for money, als je naar werk gaat voor geld, then you are serving money. Dan dien je geld. Working for. Je werkt voor. Serving. Dienen. Are you serving the purpose of God or are you serving money? Dien je het doel van God of dien je geld? Are you at work to make a difference? Ben je op werk om een verschil te maken? Are you at work to carry God's glory into the workplace? Ben je op werk om Gods glorie daar te dragen? Do you go to work to see people connected to their eternal purpose? Ben je op werk om mensen te zien linken aan het doel dat zij hebben voor de eeuwigheid? Or are you just doing tasks in exchange for some money? Of doe je gewoon wat taken omdat je er geld voor krijgt? Do you know your why? Weet je waarom? Do you know your purpose? Weet je je doel? Do you know you're here to live a life of influence and impact? Weet je dat je hier bent om een leven te leven met invloed en impact? Or are you just going through the motions? Of ga je gewoon maar door het leven heen? Or is it just all about you and your needs? Of is het allemaal over jou en wat jij nodig hebt? You're here for so much more than that. Je bent hier voor zoveel meer dan dat. And I want to encourage you here this morning. En ik wil je bemoedigen deze ochtend. To know your why. Om je waarom te weten. Not just the what and the how. Niet de wat en de hoe. But the why. Maar de waarom. Know what you're on the planet for. Weet waarom je op deze planeet bent. Carry God's glory into your family. Gods glorie dragen in je familie. Into your workplace. In je werkplaats. Into your school. In je school. Into your sports club. In je sportschool. Into your friendships. In je vriendschappen. Into your church. In je kerk. You don't have to wait for next week. Je hoeft niet te wachten voor volgende week. Op volgende week. Because you know in a few minutes. Want je weet in een paar minuten. You're going to have the opportunity to interact with each other. Heb je het moment om samen met elkaar om te gaan. To talk to the people next to you. Praat met de mensen die naast je zitten. To hang out in the foyer. Om in de foyer samen een leuke tijd te hebben. To encourage one another. Om elkaar te bemoedigen. To know the reason you're here. Om de reden te weten dat je hier bent. Bringing out God's best in one another. Het beste van God in elkaar eruit halen. To create a sense of family and a sense of purpose. Het gevoel van een familie creëren en van een doel. To be friends of people's destiny. Om vrienden te worden van de bestemming van mensen. As you carry the glory of God. Als je de glorie van God draagt in je leven. Into those relationships. In die relaties. Into those conversations. In die gesprekken. Or if you don't know your why, you can just walk out the door. En als je je waarom niet weet, kan je gewoon de deur uitlopen. But I want to encourage you then this week. Maar ik wil je bemoedigen deze week. To consider why you're on the planet. Om na te denken over waarom je hier op deze planeet bent. Because God has you here for a purpose. Want God heeft je hier voor een doel. And it's so much bigger than just yourself. Het is zoveel groter dan alleen jijzelf. It's to leave this world a better place than you entered into, than it was when you entered in. Om deze wereld achter te laten zoveel beter dan hij was voordat jij hier kwam. To change people's eternities. Om het de eeuwigheid van mensen te veranderen voor altijd. In Jesus' name. In Jezus naam. Come on, let's stand to our feet. Laten we allemaal staan. Let's worship for a moment. Laten we even worshipen. Let's bring our attention from us to God. Laten we onze aandacht van ons naar God gaan. Laat het richten op God. From it being all about us to being about the purpose we're here for, which is others. Dat het niet om ons gaat, maar dat het om het doel gaat waarom we hier zijn, voor anderen. As we serve Him. Om Hem te dienen. Who gave His life. Die zijn leven gaf. For others. Voor anderen. Because He loves us so much. Omdat Hij zoveel van ons houdt. Come on, let's worship for a moment. Laten we even worshipen.